In 877 schrijft de Sint-Bertijnsabdij in Saint-Omer voor het eerst over Veurne, een bezitting in West-Vlaanderen, niet ver van de Noordzee en de Franse grens. Van verre trekt de zwierige toren in gotische stijl met barokke bekroning onze aandacht. De Belfort-toren staat op de lijst van het Werelderfgoed van UNESCO. Op de naastgelegen markt wordt de welvaart van de stad in de Gouden Eeuw ons duidelijk bij beschouwing van het gebouwencomplex omvattende het stad- en landhuis en het gerechtsgebouw. Alles in fraaie renaissance-stijl. De mooie gevel getuigt van het rijke verleden. Uitgevoerd in baksteen van de streek, toont ze ons een overgangsstijl tussen gotiek en renaissance. Tot 1982 werd hier recht gesproken. Gaan we door de poort, die de verschillende delen van het gebouw scheidt, dan passeren we de 18e eeuwse achtergevel en via het stadspark komen we bij de in 1350 aangevangen, maar nimmer afgebouwde toren van de Sint-Walburgakerk. Toch heeft deze toren een zeer afwisselende geschiedenis. De basis was onder andere in gebruik als kruithuis, als waterreservoir voor de stad en als vluchtoord voor de bevolking in barre tijden. We lopen door de poort terug naar de markt, want er valt daar nog veel meer te bewonderen. We slaan linksaf naar 5 mooie burgerhuizen met onderluifels, uit 1609, in Vlaamse renaissance-stijl. Helaas werden er 4 tijdens de Eerste Wereldoorlog verwoest. De reconstructie is knap uitgevoerd. Elk huis wordt gekenmerkt door een uniek tabernakelvenster. Als we deze huizen zijn gepasseerd, komen we aan het Spaans paviljoen en de oude vleeshallen. De hoektoren van het paviljoen, het donjongedeelte, was vanaf 1450 eerst stadhuis en deed later dienst als onderkomen voor Spaanse officieren. De vleugel in de Ooststraat werd aangebouwd in 1530. De oude vleeshallen van 1615 was in de 19e eeuw stadsschouwburg. Nu is de bibliotheek erin gevestigd, na grondige restauratie van de schade van de Tweede Wereldoorlog. Aan de andere zijde van de markt domineert de Sint-Niklaaskerk met haar 48 meter hoge toren. Maar liefst 47 klokken telt haar bijaard, de oudste uit 1379. Dat is dan ook de enige klok die de Fransen 2 eeuwen geleden lieten hangen. Verder in de rij de prachtigste gildenhuizen, gebouwd in een tijd waarin arbeidsvreugde niet werd afgemeten aan arbeidsloon. De Hoge Wacht uit 1636 was eens de woning van de nachtwacht, nu het domein van de Kamer voor Handel en Nijverheid. Eigenlijk mag het een wonder heten dat in dit strijdgebied van 2 wereldoorlogen nog zoveel schoons getoond kan worden. Met grote hulp van buitenaf werd enorm veel gerestaureerd. Je moet goed opletten of je met iets echt ouds te maken hebt of met een pand in de stijl van. Dit pand werd na de oorlog door de Amerikanen onder handen genomen. Hiermee houden zij ook de herinnering aan hun optreden levendig. Veurne is echt een monument van de geschiedenis van de Lage Landen en daarom zeker uw bezoek waard.